Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4. Terwijl het core van de belangrijkste gebieden van Oostenrijk onderweg is, is het tijd om deze serie ook een beetje af te ronden met maar liefst 43 afleveringen. Heeft het allemaal wat langer geduurd? Hoewel 150 jaar misschien ook wel meevalt. We zijn inmiddels een groot rijk geworden. Het laatste stukje van de puzzel, als ik mij tenminste niet vergis, is deze. Regions. Inner Austria. Tyrol. Austria proper. Nee, allemaal in handen. Dus ik neem aan dat dan dit. Dit is dan Bavaria. Upper Bavaria. Oké, dat is gunstig dan. States and Territories. Territory of Tyrol. Inner Austria. Austria proper. Nou ja. We gaan zien. Gras moet in ieder geval nog. Truce ends in 1607, ik had niet op wachten. Declare war. Als we die oorlog verklaren, krijgen we oorlog met zo'n beetje iedereen. Maar het zij zo. Ik wil gewoon dat dit ten einde is. Oh, ik zie wel even de. Hoe noem ik dat ook alweer? De. Army maintenance aan moeten zetten. Maar goed. Kun je alles hebben? Army number 1 is right here. 2 en 3. Forte. Toch maar weer aan dan. Hoppatee, dit gaat geld kosten. Gaat dit ook geld kosten? Maakt niet uit. Oh, kijk, hij had niet eens een Fort Maintenance aanstaan, blijkbaar. We zijn in oorlog met. Oh, dat valt mee. Paper State, Palestine, Sardinia. Dat is een lastige misschien. Nou, trouwens. Even de Paper State uitschakelen. Dat is misschien wel even een dingetje. 1 blijft hier, 2 en 3 aan die kant op. 2 en 3 gaan die kant op, zo was het juist. Dit wordt een flinke battle. Zijn wij de verdedigende partij? Nee. Alleen even versterken die handel. Die min 2, daar wil ik denk ik niet wakker van hoeven te liggen. Nee, precies. 1, 2 en 3. Off we go. Eén blijft dus daar, de 2 en 3 gaan richting Rome. Het is een beetje snel. Kijk, dat wordt gelijk een aanval, dat is mooi. Misschien wel een stack wipe. Oh, die moet omlopen, dan laat maar zitten. En daar gaat hij. De ene helft die genoeg, de andere met deze. Oh, blijf je staan. Schuiven. Yep. Oké. Daar gaat deze vast. Tak, tak, tak. Mooi. Doorschuiven, doorschuiven. Jij daarin. Niet van alles wat. Jammer goed, dat is dan zo. Zie je dat jij er één tekort komt. Dat jullie er samen misschien dan één te veel hebben. Dat lijkt me dan ook zo, maar goed. Floats. Wat mij betreft zo. Juist. Decline. Ik weet niet wat je voorstelde, maar die gaan we niet doen. Jij bent binnen. Mooi. What else? Of who else? Misschien beter gezegd. Zeker een aanval. Poland controls the church. ...1814. Ik denk dat die dan nog hierbij wordt. Ik weet het niet zeker, maar... Siege of Quarantine is over. Oh, dat is zijn siege op mij, ja. Yeah. Gotcha. Kijk, die pakken op het goede moment. Hoppatee.
verzamelen. Volgende doelwit daar zo. Alright. Oké. Dan daar naartoe. Ja, manpower is er genoeg. Antwoord left the military coalition against me. Dat is gunstig. 10% peace deal. Dat zal daar zeker meer worden, met name als Rome valt. Als ik jou dan alvast hier heb liggen. Welk schip is het tenslotte één? Hij biedt al peace deal aan, de Paper State. Leuk om daar het land vanaf te snoepen. Zo, 46 schepen. Flipt die? Nee, nog niet. Ik mis een leger. Die zit daar, oké. En daar is Rome. De naval battle. Ik weet niet waar hij zich toen terugtrekt. Protect trade. Misschien toch niet piracy dan. Nee, niet hun pirates, maar gewoon privateer. Levert ook niet meer op. Hun pirates dan. In de Venice region. Jij mag daarheen. Jij mag aan boord. Transport. Hey, global trades! Nou, ik denk dat hij dan niet in actie komt. I don't mind. Maar het toch even gezegd hebben. Oké. Oversteken. Kader erop. Ja, jij moet het gewoon hebben, maar ik neem aan dat jij het nog niet overgeeft. Nee, precies. Waar spelen we nog tegen? 35.000, 40.000 man. Dat is allemaal te overleven. En te overzien vooral. Laatste loodje. Nee, sorry Pope, we're not gonna listen. Dat lijkt me een makkelijke overwinning. Huppatee. En weer terug. Ik niet altijd veel schade doet, zo te zien niets. Gain stability, thank you. Mooi zo. Take a loan. Prima. Daar gaat Salzburg, die kan ik er denk ik nu uitgooien. Sue for peace. Cash. Oh, that's it. 3 tientjes. Transfer trade power. War operations. No. Give up claims. Send them on. Alright, thanks. Terug naar hier. Volgende stap. In ieder geval even weer samenvoegen. En dan naar daar. Deze zit erop. Die kan dan mooi naar deze kant. Terug naar huis. Of ja, wat erop lijkt dan. Ik zie dat mijn vochten niet actief zijn. Nu wel. Silver Peace. Cash, ook niet veel. War Operations Transfer Trade Power. Send them on. En weer een vijandje minder. Mooi. Deze duurt lang. Te lang. Oh, de generaal is ook dood. Hier is van alles aan de hand. Wacht daar maar even. Siege erop. Goed zo. Die is ook gevallen. Sue for peace. Dat wil hij niet. Offer. Suggest. Nee. Oké. Wat is zijn hoofdstad dan eigenlijk nog? Had er niet veel zijn. Dit dan waarschijnlijk. Ja. Ik kom je op. Min 7. Nou, hij is echt gigantisch goed bezig hier. Hij zit gewoon halve land af te pakken. Game based decks en lots of cash. Nee. Betaal cash. Ah, kijk. Nou is deze gevallen. Nieuwe generaal. Moet jou even wat moeten afrekenen.
Dan neem ik aan dat min of meer gedaan is. Ja, dat is ongeveer wel. Dan loop ik 16.000 man hier. Naval Victory. Savoy zal het denk ik ook redelijk snel opgeven. Eén, twee, drie, vier. Alle kanten op. Dit is natuurlijk nog even een gevaarlijke. Hup, nee, blijf staan. Hop. En blijf. Daarheen. En blijf. Zo. Savoy is gevallen. Wow, dat wordt nog zo'n omweg. Oké. 39% inmiddels. Clear. Als ik alleen dit neem? Nee. Austria. Ook niet. Jawel. Cash. Nee, schiet niet echt op. Cash. Ik weet dat ik wel gewoon erbij hebben. Geeft wel gelijk een flinke coalition. Savoy. Die kan ik missen. Sendemand. Oké, daar zijn we vanaf. Die ook even terugpakken. Dit gaat goed. Split. Oh, wacht. Even allemaal samen. Hier zit nog een vervelend leger van de paus. Dat ik daar natuurlijk vrij makkelijk mee kan afrekenen door gewoon een vrede te sluiten. Blijkbaar heel graag. Super Peace. Cash. Release Nations. Florence. Naples. Wow. Siena. Urbino. Tja. Dat zijn dan wat mij betreft twee nieuwe staten. Kijk, dat maakt me blijkbaar ook wel populairder. Heel veel staatjes weer bevrijd. Dat is Moldavië, die is mij aan het helpen. Even die twee forten bevrijden, zo. Die is bevrijd. Die is, oh, dat was, oh, maar deze ben ik kwijt vandaag. Hey, Austria wil zelf ook peace. Soep voor peace, cash. Sendemand. Oké. Eén, twee, drie. Opstandje daar. Kan er allemaal nog wel bij. Kun jij mooi iets mee gaan doen? Dit zou daar ooit komen. Oh, wacht, ik heb hier ook een opstand. Oh, damn, dude, kom op. Val om, inflatie, prima. Super peace. Nee, dat doe ik steeds niet, jammer. Die is bevrijd. Ik reken. Nou, dat is niet mijn probleem, blijkbaar. Mooi. Met wie zijn we nog in de oorlog? Daar kan ik blijkbaar niet heen. Toch wel. De timer klinkt, maar ik ga deze heel even afmaken in de hoop dat daarmee het hele conflict zo'n beetje is afgedaan. En daarmee ook deze hele zelf opgeworpen missie zo'n beetje ten einde komt. Deze weer doorschuiven. Wat is dit? Southern Cossacks in Somogi? Lose war exhaustion, gain 30 army tradition, and gain 100 military power. Okay. Kan een soort speciaal leger oprichten of zoiets? Ik ben benieuwd.
Missionary Strength ook maar even een beetje opkrikken. Jij dan daarheen. En dat is 52%. Ja, maar dat jij inmiddels ook zoiets hebt van allemaal zitten. Nee, niet. Oké. Creation gaat trouwens gestaag door. Kijk, dat is mooi. Die moet ik hebben. Wordt hier al meteen een en ander bevrijd. Oh, mijn general died. Wint net. Ik heb zoveel mensen verloren. Oh nee, het was een half leger. Accept money of decline. Decline, we pakken de admin power. Oh, daar zit er nog eentje. Oké. State maintenance min 10%. Ik mag hopen dat hij nou onderhand zich overgeeft. Yes, alright. Zendemand. Close, fine. Core. Die maken we even heel snel af, hoop ik. 2, 3%. Pak er nog een minuutje mee. Nou, lijkt het mij ongeveer wel gedaan. Oostenrijk is in ieder geval volledig in onze handen. Wat er nog gekoord moet worden, dat loopt. En daarmee neem ik aan dat we dan de achievement gehaald hebben. Jullie naar daar. Jij zat daar al. En als jullie er allemaal samen hier gaan zitten. Het is een power limit van 26, is net te weinig. Dan allemaal daar. Yes. Wat kunnen we hier nog? Institution spread gaat omhoog. Klinkt goed. Taken a loan. Gooi jou er even uit. Daar kan de focus af. Discipline, national manpower. Ja, die mag wel aangevuld worden. Trade efficiency ook. Die hebben een van de redenen goedkoper. Als er nog wat te traden valt. Protect trade. 928, yes. Is dat genoeg? Nee, zeker niet. Merch. 31%. Oh, dit zijn waarschijnlijk die losse legertjes ofzo. Dat speciale leger van de staat ofzo. Ik denk het wel. Waarschijnlijk die choice die we hadden, die hier uitbetaald. Hungary gains border. Kastbellen met Zwitserland, altijd leuk. Merchants plus 1, maar niet voor mij. Wat het waard is, daar neem ik even een claimtje op. Oké. 50%. Hier een nieuwe. Wat we trouwens ook nog kunnen doen, is waarschijnlijk de staat. Ombouw. We zijn nog steeds een middeleeuwse monarchie. Daar ga ik een administratieve van maken. En strengthen the monarchy as well. Oké. Kijk, in ieder geval één extra staatje op in Tirol. Die moet waarschijnlijk ook nog gekoord worden, weet ik eigenlijk niet. Inner Austria. Hoe zou dat het probleem zijn dat dat ook nog moet? Dan moet ik ergens iets in staat afnemen. En dan hier weer. Grass is naar de core. Oh, daar gaat het mis. Oké. Kijken hoe dat dan weer loopt. Misschien moet het een full core zijn. 90%! Dan is het toch hopelijk zo'n beetje gedaan. Dus is Frank. Daar ik allerlei schulden aan het afbetalen. Gain legitimacy of gain prestige. Dat is allebei al vrij hoog. Komt hier de achievement aan? De grote vraag. Yes, take that van Habsburg. Hieronder eindelijk gelukt. Het heeft even geduurd, maar hij is binnen. Ik bedank je heel erg voor het kijken naar deze serie. We gaan snel met iets nieuws beginnen. Of dat weer Europa Universalis wordt, weet ik nog niet. We starten ook met een nieuwe missie. Op persoonlijk vlak, YouTube heeft de spelregels aangepast. En vanaf vandaag zijn er maar liefst 1000 subscribers.
nodig om je kanaal in ieder geval in de lucht te houden, zou je kunnen zeggen. Dus daar gaan we natuurlijk voor, maar dat vergt waarschijnlijk een iets andere tactiek. Heb je daar ideeën over? Laat ze vooral horen. Ik zeg nogmaals, bedankt voor het kijken naar deze serie. Dit is een van de eerste die we weer eens afmaken in lange tijd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik in ieder geval wel. Heel graag tot de volgende keer.